Oliver Twist is eigenlijk de klassieker van de klassiekers. Het is echt een top familievoorstelling, want er zit alles in. Mijn doel in het leven is om anderen aan te moedigen. Er zit humor in, er zit ook af en toe veel heel veel in, spanning ja. en dramatiek inderdaad. Want er zitten ook soms wel beklijvende, aangrijpende scènes in. Aangename kennismaking, Oliver. Dank je, sir. Ah, sir, zeg maar Mr. Fagin, alsjeblieft. Deze versie van Oliver Twist is eigenlijk zeer bijzonder. En waarom? Dat is omdat het heel klein wordt gespeeld. Het is ook voor zalen rond de 200 man. En het decor is toch super groot. Waardoor dat je in een knus gevoel zit of dat je er eigenlijk recht in zit. Eigenlijk. Gewoon echt in het verhaal getrokken door de muziek, het decor, de kostuums. Jij begrijpt mij. Dat zie ik. Jij bent de slimme. Dat zie ik in uw ogen. Let op mijn woorden. Als je Dodger goed volgt in alles wat hij doet, dan word jij een expert. Je hebt ontroering, je hebt de humor, het is ook een beetje spannend, je hebt de geweldige kostuums. Het is een oerverhaal en dat kan je eigenlijk niet genoeg blijven spelen. Veel mensen kennen ongetwijfeld de musical, wij brengen de theaterversie. En eigenlijk is het een heel triest verhaal met een happy end. Tot die tijd. Heb ik geld op? Ah! Ik heb geen resultje, dat schijnt, Bill. Jij bezit het fortuin. Ben hier genauw een aap? Ik zal Dodger morgen sturen met geen dat ik hem mis heb. Niks van! Hij geeft me dat nu, begrepen? Mensen moeten zeker komen kijken, omdat er fantastische kinderen in meespelen. Echt waar. Ik sta echt paf van die gasten, hun energie. Die combineren dat ook nog eens met de school. Dus de bende, de straatbende van Fagin. En ook de weeskinderen in het weeshuis wordt gespeeld door een fantastische bende jongens. En ik denk dat er sowieso een heel goede cast op de scène staat. De grootste! Niet te veel vragen stellen, Oliver. Het is een voorstelling die je moet meemaken. Mensen kennen de film, maar je moet het echt in een theaterzaal, moet je dat voelen. Vooral ook dat plezier van onder andere dus die jonge bende. Ik vond het een fantastische voorstelling. Het is volgens mij de beste voorstelling van Loge 10 die ik ooit gezien heb. Het is voor een heel groot publiek, zowel voor Canvas-kijkers als voor de Nickelodeon-kijkers. Dus het is echt een familievoorstelling. Iedereen moet komen kijken. De humor zit erin en de gevoeligheid zit erin. Ik vind het een goede voorstelling. Ik vind het een aanrader, absoluut. Het is de klassieker. En ik vind dat ze dat in een toch wel relatief kleine ruimte, want dat stuk, er komt toch wel een grote cast bij kijken en veel decorwissels, hebben ze dat fantastisch gedaan. Ik heb enorm genoten van deze avond. Het is een sprankelende voorstelling, moet ik. Het is heel verrassend. Het is in een kleine zaal, maar wat ze in die kleine zaal allemaal laten gebeuren en zo veranderingen van decor elke keer. Dus ik heb mij heel erg laten verrassen vanavond. Ik was onder de indruk van de goede acteurs en het is een knap decor. Je wordt helemaal meegesleept in de 19e eeuw met een pakkend verhaal. Dus absoluut komen kijken.